Go! Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik zit al bezig met een potje. De baas moet nog 26 dingen slopen. Kijk maar even mee, jongen. Ik heb toch heel weinig levens. Gaan we dit winnen? Oh, yes! Yo, ik heb nu 2 potjes in baasgevecht gewonnen. Dat betekent dat ik mijn opdracht heb gehaald. Zo. Bijna niemand heeft dat kunnen halen. Nou. Huh. Ik moet er nog één doen. Moet ik nog een opdracht doen? Oh, ik denk dat je het gewoon zo vaak moet doen. Oh, dan ga ik direct even met Rico. Want die is ook heel erg chill, hè. Rico heb ik vaker gedaan en ja. Laten we maar snel beginnen. Ik kan trouwens ver schieten, dan vind ik het chill staan, Rico. Oh, ik zit met 8-bit, dat is ook heel chill, jongens. Als het een super was, dat ik mijn hoofd eraf kon, hè. Dat was zo chill. Oh, dat was mis. Ja, ik kan beter klikken als ik... Ja, ik kan beter klikken, zeker. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lekker. 8-bit. 8-bit is nog best een goede knokker, hoor. Beide teamgenoten verslagen, yo. Yo, 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 yo. Dat is niet leuk, hoor. Als je het allebei de teamgenoten zijn verslagen, joh. Dat is echt niet leuk, jongens. Vergeet dan niet, hè. Zeg maar, je teamgenoten worden verslagen. En dan ben je nog in je eentje en de baas is boos. En dan killt hij jou, zeg maar. Dat is echt niet leuk, hoor. Oh, de baas is boos. Dat is niet een goed teken. Gaan we dit nog winnen? We vragen hem af nu. Oh, dit is een normaal potje. Hij is wel moeilijker, dit potje, jongens. Geef hem nou maar toe, jongen. Kijk hoe weinig damage wij doen, hè. Met z'n... Oh, de uitdaging moeilijk. Dus het is best wel moeilijk. Oh, Joris. Oh. Joris zit bij mij in het team, zo heet hij. Ik zit even de baas aan het verslaan. Jongens, gaan we dit nog winnen, hè? Dat is de vraag van de dag. Gaan we dit nog winnen, hè? Ja, dit gaan we winnen, denk ik. Ja, 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 ja. Yes! We hebben het weer gewonnen, jongens. Oké, ik heb nu... Ja, kan ik het nog een keer doen, trouwens? Ja! Ik snap er helemaal niks van, maar goed... Dus ik ga dit gewoon doen, jongens. Richt 16.000 schade aan mijn tik. Moet ik dit doen? Nee, ik ga gewoon met Rico, jongen. Net had ik ook gewonnen met Rico, dus. Zitten we... Oh, yo, 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 yo. We zitten met Shelly. Shelly is gewoon een van mijn favoriete knokkers in het spel. Ik weet niet waarom, maar het is... Het is de slechtste knokker, maar het is een van mijn favoriete knokkers. Dus ik zit even aan het spelen, jongens. Ik vraag me af wanneer de baas altijd boos is, want expert, dat betekent dat hij heel makkelijk is om te verslaan, jongens. Oeh, hij heeft al best weinig levens nu, jongen. Jongen, die bul doet helemaal niks, jongens. Die bul, jongen. Oh, dat is Alex. Nee! Zeg alsjeblieft dat de baas niet meer boos wordt, jongens. Kill die baas, jongens. Hoe moeilijk is het om één kleine baas te killen? Nou, eigenlijk is dit de echte baas van heel Brawl Stars. Ik weet wie Brawl Stars heeft gemaakt, maar dat is echt een heel groot geheim. Ik zeg het echt tegen niemand om wie me vult.
want de baas is best lief die dit heeft gedaan. Ja, mis. Maar ik heb ook heel weinig leeftijd. Ik heb de minste leeftijd van ons allemaal. Dus dat vind ik wel lastig om hier mee te spelen, jongens. Oh, de baas is bijna down. Nou, eigenlijk gekild. Waarom gaat hij alleen maar op mij af, jongens? Shelly, je moet het even in je eentje doen. Weg! Lekker, Shelly. Goed gedaan, jongen. Ik vind Shelly een van mijn favoriete knokkers. Ik weet niet waarom, maar hij is gewoon goed, jongens. Maar Alex is ook wel goed, jongens. Alex, dit gaan we gewoon verliezen, jongens. Als we dit verliezen. Maar we krijgen nog een tweede kans, hè. We kunnen nog één keer winnen. We kunnen nog een keer winnen, hè. Ja, dit bedoel ik. We hebben dit verloren. Maar je hebt altijd de tweede kans nog, hè. Want kijk, dit bedoel ik. We kunnen nog een wedstrijd voltooien in Stampij in Superstar. Maar vandaag ga ik even in duo. Ja, met wie? Heb ik ook de gadget van Brok. Ja, ik ga de aanbieding gewoon kopen in de winkels, jongens. Ik kan toch niet meer. Wacht. Eerst even kijken voordat je het gaat kopen. Oké, ik kan het nog halen als ik wil. Ja, maar dan moet ik het nog 500 bij. Ik ga het gewoon proberen. En als die bijna uit de winkel is, jammer, dan heb ik hem niet. Dan, ik ga gewoon niks uitgeven, jongens. Wat is daar leuk aan, dus. Ik ga gewoon direct naar het midden even. Dat ik even niet gek ben. Oké. Oh my god. Oh, ik ben bijna down. Oh, hij heeft het allemaal nog, hè? Wat doet hij, jongens? Hij is gek. Ga niet naar het midden, jongen. Ik ben blij dat wij... Want hij is niet blij. Ik ben ook niet blij. Gewoon even wachten. Hey! Kom mee. Ik wil de derde zijn. Yay. Ik doe er niet meer mee. Dit is echt zo'n manier. Mijn vriend is echt zo'n manier van Harry Potter. Harry, zeg maar. Nou, het is bijna klaar. 2, 1, bam. We kunnen die nog winnen als wij winnen, maar ik denk het gewoon even niet, jongens. Hij zal ook eens een keer klaar met winnen. Dat zeg ik altijd, hè. Jongen, laat die hoofd even een minuutje komen. Nee. Oké. Ik heb 7 erbij, jongens. Oké. Maar ik ga de aanbieding gewoon kopen, jongens. De megadoos voor altijd klaar. Ik ga het gewoon met mijn neus doen. Oh, ja. Het werkte. Oké. Het kan een gadget zijn. Oh. Berentrainer dus. Oké, 700 minuutjes. Ja. Oh. Ik heb gewoon in deze video gewoon 2 gadgets. 2 gadgets vrijgespeeld. Hoeveel gadgets heb ik wel niet? Maar deze kan ik intussen even upgraden. Nice headshot. Oké, deze gadget. Oké, nu heb ik 1
1. Wacht even hoor. Ik ga van ben. Oké, heb ik hier? Nee. 1. Sorry, noob. 2. 2, 3. En 4. 4 gadgets. Zijn we nog meer? Oké, ik heb 4 gadgets. Oké. Dus dit was het einde van onze video. Gelukkig hebben we nog maar gadgets gehad. Want dat was volgens mij zo fijn, hè? Welke gadgets heb ik nog nodig? Dat gaan we nog even kijken. Oké, ik ga niemand meer upgraden, jongens. Ik wil een nieuwe knokken. Ik denk dat ik geen gadgets meer kan krijgen. Nee. Oh, dit is wel chill. Ik heb nu alle gadgets gekregen die ik kon krijgen, hè. Alle gadgets. Dus dit was weer het einde van onze video. En leuk dat je kijkt naar deze video. Vergeet niet op de abonneerknop te klikken onder deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Niet omlaag. Doe juist omhoog. Je moet op het belletje klikken om te horen dat ik een nieuwe video krijg. Doei!